Wie is hier vandaag met zijn moeder? Er zijn heel veel. Wie is er met zijn vader? Er zijn er niet zoveel. En wie heeft er twee vaders? Ja, er zijn er een paar die dat hebben. Nou, Terrence heeft dat en die zingt er een te gek liedje over. Twee vaders. We hebben mooie spullen thuis. We leven heel normaal daar met z'n drietjes bij elkaar. Bas die werkt bij de krant en Diederik is laborant. Ik ben door hun geadopteerd als baby van een jaar. Nog altijd ben ik enig kind, maar niet dat ik dat erg vind. Zo krijg ik alle aandacht, alle liefde van die twee. Bas brengt mij altijd naar school, met Diederik speel ik viool. En met z'n drietjes kijken we de soaps op de tv. Ik heb twee vaders, twee echte vaders. Soms doen we nog wel streng, maar we hebben het heel fijn. Ik heb twee vaders, twee echte vaders. Die als een boot op allebei mijn moeder kunnen zijn. Wanneer ik naar mijn bed toe ga, Diederik mijn huiswerk na. En Bas die doet de vacht, of hij strijkt de schone was. En als ik ziek of koortsig ben, dan is er niemand die ik ken, die zo lief voor mij zal zijn als Diederik of Bas. Natuurlijk is dat naar. Jouw ouders, die zijn homo, dat vinden ze maar raar. Dan haal ik maar mijn schouders op. Nou en, ik ben hun zoon. Het is niet zoals bij anderen, maar voor mij zijn ze.